dan zet ik deze even opzij. Terwijl ik mijn stemgember hak. En je ziet, het heeft wel de stevigheid van gember, maar dan is het tot een soort snoepgoed bijna getransformeerd. Wel zorgen dat het hapklare stukjes zijn, dat je niet in één keer een hele plak hebt. Ik vind dit voor nu wel even genoeg. Bij mij thuis zijn ze er niet zo heel dol op. Dus ik stop het voor mijn eigen belang er gewoon in. Maar voor de kids zal ik een beetje terughoudend zijn. En ook dit mengen we even goed door.